Dag vrienden van de moestuin, dag ook kennissen van de moestuin en dag ook mensen die ik totaal niet ken van de moestuin. Welkom op deze aflevering van Toms Moestuin 2016 en vandaag ga ik persblokjes maken. Ik overloop kort met jullie wat we nodig hebben om de persblokjes te maken. Hier hebben we 6 delen. Zaai- en stekgrond, dat is een kwalitatieve zaai- en stekgrond waar ook al veengrond in zit, geteerde compost en ook al gesteente meel. 6 delen. Dan heb je 3 delen tuingrond, gewone grond uit je tuin, en 1 deel brekerszand. Daarnaast hebben we ook een pottenpers nodig. Dit is een model waar je er 4 tegelijkertijd kunt maken en de blokjes zijn 5 cm op 5 cm. Dit is een kleiner en ook een goedkoper modelletje waarmee je blokjes kunt maken van 4 cm op 4 cm die wel 5 cm hoog zijn. Ik ga uiteraard ook goed de handleiding lezen van de pottenpers, hoe ik ze moet maken. En tijdens die handleiding heb ik gelezen dat ik een emmer nodig heb met daarop een zeef met mazen van 4 mm. Eerst en vooral zal ik de ingrediënten apart eens mengen in een emmer. Vervolgens gaat het mengsel nog eens door een zeef, zodanig dat er geen grote stukken meer achterblijven. Zo, wat overblijft zijn takjes en steentjes en harde materialen die we liever niet in onze stekgrond willen. Dus nu kunnen we starten met een mooie homogene massa om persblokjes te maken. Na het zeven is het heel belangrijk om het mengsel goed vochtig te krijgen, zodanig dat je persblokjes stevig worden. Ik ga de aarde nat maken met een plantenspuit, tot het ogenblik dat wanneer ik met mijn vuist wat aarde neem, het water van tussen mijn kneukels gaat stromen. Ja, zoals je kunt zien, spuit het water van tussen mijn vingers en veronderstel ik dat de potgrond klaar is voor gebruik in de pottenpers. Zo, na het mengen breng ik de aarde op een hoopje. Een hoopje waar ik straks de pottenpers zal induwen. Na een 3 keer persen zie ik dat de aarde er mooi uitkomt. En als alles goed gaat, hebben we nu persblokjes die geschikt zijn om in te zaaien. Je ziet dat het persapparaat een haakje maakt in het persblokje. Dat is uiteraard om in te zaaien. Na het zaaien kun je dan gewoon een beetje dekgrond uit het mengsel nemen om het zaadje af te dekken. Hetzelfde probeer ik ook nog eens met het kleine pottenpersje. In principe zal hetzelfde zijn. Goed aandrukken. Het perssysteempje gaan gebruiken. Je ziet dat het pottenpersje al half gevuld is. Er nogmaals boven een hoopje aarde op drukken. En goed aanduwen. Dan zul je zien op het einde
dat je een mooi persblokje over hebt. Zo, na een paar minuutjes persen ben ik met 3 liter mengsel gekomen tot 18 persblokjes. Je kunt zien dat de blokjes die gemaakt zijn met deze pers vierkant zijn, 5 op 5. En dat uit de pottenpers, het geel pottenpersje hier, dat je iets diepere blokjes krijgt, maar iets smaller. Ik denk dat ze 4 centimeter breed zijn en 5, 6 centimeter hoog. Dus misschien moeten we die gaan toepassen op gewassen met een dieper wortelstel. In ieder geval heb ik nu 18 persblokjes waarmee ik kan gaan zaaien. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering van Tom's Moestuin.